Geweet misschien het gebergte Wezel, voorbij Oegst, waarheen de geesten genoom Wolkers hebben opgejaagd ooit. Nee? Oh, nee, dat verhaal kent ge niet. Goed. Ge kent misschien de vlakte van Vonk en Drakstip, die daar de smidsen van de Heinzelman Geerling van vuur voorziet. Waar wij vliegen is verder. Mijn prinsenplicht ligt dubbel zwaar en dubbel dik op mij. Want Van Bier is niet meer hier. Van Bier is terug naar dat wat Hamelen heet. Er is een medeprins hier op het kleed. Plotseling was hij in ons midden, op het tijdstip dat mens broodspot in de voelmist verdween. Het is Van Wamp, een zoon van Zwankezwaan, die Clovis heet voor zijn vader en vrienden. Maar ik ken hem niet. Van Wamp, zeg ik dus. Ook ben ik nog op tastende voet met hem, omdat mensje Wallig mij in vertrouwen medegedeeld heeft dat zij list verwacht. List en bedrog. Van wie? Zeg dat maar. Maar zij verwacht het. Is Van Wamp, zoals hij daar zit, recht op en groen, oprecht en zonder arglist? Ik had een laag cijfer voor list. Maar waar is het dat Wensla hem zendt? En ge weet wie Wensla is. Oh, een slechte vrouw, een slechte heks. Slechter is er geen. Zij huwt met vorst Zwank. De van Wamp. En van zijn broeder Goudriaan, die naar wij reeds weten de mensen uit Hamelen hierheen geblazen heeft. Met zijn fluitenfluit. De kortste pijp van zijn vaders droomorgel, dat te Wamp staat. Maar ditmaal is dondermaal. Ik sla mijn armen om mijn lief, mijn Madeleine, en troost haar. En vrouw Wallig, ik reik haar mijn andere hand. Maar ik heb maar twee handen, want ik ben maar één prins. Dus hoe moet dit? Wij naderen het zwevend ijspaleis, waar Wensela nog woont. Dit is de nog lang niet afgelopen serie. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Met in de hoofdrollen Rob de Nijs als Bertram Bierenbroodspot, Loekie Knol als Lidwientje Walg, Ab Hofstee als Hildebrand Brom, Martin Brozius als Arnoud Koffij en het kinderkoor Henk van der Velde als de kinderen van Hamelen. Niftrik van Spa. Bart? Wat vindt u nou van prins Clovis? U vindt het toch vreemd dat hij zo opeens op de hand van zijn aanstaande stiefmoeder is? Hij zegt niet veel, dat is jammer. Is niet erg spraakzaam. Ik begrijp het zo niet. Hij zegt niet veel. Zijn tong was nooit te zwaar voor hem. Nooit zo zwaar. U kent hem van kindsbeen niet. U hebt altijd gediend bij zijn vader koning Zwankers. Van kindsbeen? Hij leerde rijden op een knie. En wat denkt u over Wensela? Wat? Sst, zacht graag. U vindt het toch een slechte vrouw, hè, voor koning Zwankers? Moest ik kiezen? Laat hem trouwen met haar of duw hem in een ravijn? Ik duwde hem in een ravijn. Met een kreet van vreugde. Weet je wat ik bedenk? Ik bedenk wat, plotseling. Nou, als we straks naar Hamelen terugkeren, dan zie ik Jill nooit meer. Ach, Arnoud, ze hield niet van je. Je moet niet verliefd blijven op iets wat je toch niet kunt krijgen. Nee, ja. Nou, nee, jawel. Maar kijk, ik heb hier, kijk eens. Dit zijn alle splinters van die boom, weet je wel. Ja. Ik dacht, nou, ik hak een hart voor haar. En ik bewaar als herinnering voor mezelf splinters. En nou bedenk ik opeens. Prins Clovis van Wamp. Kijk, als we straks uit deze wereld zijn vertrokken, dan zou ik als afscheidsgebaar voor Jul dit misschien dan kunnen geven. Met een mooi gedicht erbij ook. Hè? Zoiets van: mijn liefste, hierbij zend ik jou. In het uur der bittere smart, de splinters van mijn gebroken hart. Van mijn gebroken hart. Maar dat is een allerliefst idee, Arnoud. Ja? Het is ook veel beter dan zulke dingen te bewaren. Ja. Ja.
Ja, nou, kijk, en als Clovis dan... Want Thor is koning. Ja, die heeft daar geen tijd meer voor. Ja. Maar kijk, als hij dan dit is hout. Van de eik. Uit het bos van Laar. Ja, het is voor een meisje waar ik heel erg... ja, het was ook een heel erg aardige boom waarschijnlijk. Want hij stond op een ringvormige plek in het bos. Hé, Thor? Wat? Voelt u zich niet goed? Wat is er met u? John! Hé, hey, wacht met mijn splintertjes. Wat is er? Zeg het dan. Wat heb ik hier voor je? Spreek of ik ga verder. Spreek! Verder achteruit kun je niet. Verbrand het niet. Maak er geen as van. Niet! Zoon! Ach, dit is de zoon helemaal niet van uw koning Nifterik van Spa. Dit is iets wat erop lijkt. Hildebrand? Ja. Een tondeldoos. Nee. Een vuurslag. Hier, de gouden die ik kreeg van mijn lieve honingmaan. Wat wil ik daarmee doen? Nee! Nee! Een vuur en verbrand deze stukken hout één voor één. Nee. Dat zijn splintertjes voor jul. Wie ben je? Zeg het, zeg wie je bent! Ik zeg het, maar verbrand het niet. Aag van de Bessenberg werd driemaal zo oud toen haar struik vlam vatte. Mispel van de Malibaan kreeg wratten, rode vlekken en zo... Je naam! Nee, nee! Laat je ware gedaante zien! Ludmila van de Eiken. Ja, nou, Hildebrand begint met te verbranden. Nee. Thor. Bijlo. Wie Ludmila stuurt je hierheen? Praat met je eigen stem. Eigen stem. Eigen stem. Ik kan het niet. Ze heeft me in haar macht. Ik ben Ludmila. Ludmila van de Eiken. Ludmila van de... Ik kan het niet. Ze heeft mijn stem aan banden. Wie? Als ik haar naam noem, word ik... Haar naam. Hey, haar naam. Wat is dit? Wat is er aan de hand? Zusters. Hallo. Zusters. De heksen van Arnhems! Oh, zusters! Zusters, red me! Hij sprong over de rand. Bijlo! Van Wamp in damp verdwenen. Welk een diep... Beest! Nachtvolk! Heksen! Zwavel en malm! Een nama, Clovis. Net op tijd. Oh, Arnoud, je bent geweldig! Huh? Vlak voor we landen, de toeval gered. Ik wist dat het listenbaar niet ver boven mijn kroon gingen. Maar dit ben ik niet te kort geschoten. Ik had Van Wamp reeds moeten zien bij zijn aankomst. Een prins springt niet in het niet. Wel nee, hij staat voor zijn daden. Nu is hij weg. Het geeft niet, denk ik. Ze waren allemaal mee bang dat wat anders zou te horen. Ik vraag me af of ze... Als ze Wenselaar nou eerst waarschuwen... Nou ja, dan hebben we pech. Wie de kracht van hun boom bezit, wat? Is hun de baas. De angst heeft hun grote vlerken naar hot en haar. Zij zullen nooit naar Wenselaar gaan vandaag. Hoe wijder weg, hoe veiliger hun slechte huid. Mens, Koffij, gij peilde de situatie wonderzuiver. Bijlo, welk een inzicht. Nou ja. Wenselaar zit achter dit alles. Ze stuurt ons een heks in de gedaante van Clovis. Ze wil ons met die nama Clovis naar het ijspaleis lokken. Ze wacht op ons als een spinnende web. Nou, dat trapt deze dikke vlieg toevallig niet in, hoor. Kijk, deze dikke vlieg... Nou, ik vraag me af, wat kan Wenselaar tegen ons hebben? Wat zij tegen iedereen heeft, dat zij niet van Wenselaar zijn. Een waar woord, mijn lief. Ze ziet zwart van het kwaad. Logisch nadenken helpt. Clovis was vals. Maar als er een heks de moeite neemt die Clovis na te maken... dan is de echte Clovis wel degelijk op de een of andere manier belangrijk. Of niet? Ja. Gij denkt zo monsterachtig mooi en diep. En diep lief. Lief. Het moet zo zijn gegaan, denk ik. Clovis wilde ons terugblazen naar Hamelen... om goed te maken wat zijn broer Gaudriaan ons destijds heeft aangedaan. Uh-huh. Nou, Wenselaar wilde het dus om de een of andere reden niet. Wat doet ze? Ze laat de echte Clovis ontvoeren... en stuurt ons nu een nama Clovis op ons dak. Kleed! Ja, kleed.
Ze nodigt ons via die Nana Clovis uit om voordat we verder gaan naar Wamp naar haar ijspaleis te komen. Waar ze ons dan allemaal wel eens terug zal blazen naar Hamel achter Bertram aan. Ja, Bertram. Hoe is het daar nu mee? Wenselaar wil niet dat we naar Wamp gaan. Ze wil ook niet dat we terugkeren naar Hamelen. Ze wil wel dat we naar haar ijspaleis komen. Dat houdt dus in dat we vooral precies het omgekeerde moeten blijven doen van wat zij wil. Ja, we gaan wel naar Hamelen. Ja, en ook naar Wamp, want dat wil ze niet. En niet naar het ijspaleis van Wenselaar. Nou, daar heeft deze man toevallig helemaal geen moeite mee, hoor. Jawel. Daar heeft deze man totaal geen... Wat? Wat zeg je met je wallen? We gaan er wel naartoe. Kijk in mijn kristallen, mooie mens. Ge zit met zoveel in mijn kristallen. En overal even gelukkig. Maar wat hebben we? Wat hebben we je aangedaan, Wenselaar? Wij? Ja, wij. Mensen uit Hamelen. Die je verdomme niet kennen, nooit gezien hebben en nooit hebben lastiggevallen. Maar gij zijt mensen. Mens. En mensen had ik nog niet. Nu heb ik ze. Doe. Kijk eens rond. Ge zijt niet alleen. Wel met uzelf. En toch met velen in mijn kristallen. Wat ga je met ons doen, Wenselaar? Neem mij dan alleen. Ik zal je dienen als je hun laat gaan. Dient ge mij? Hoe? Hoe dient ge mij? Dat zal je verdomme beter weten dan ik, Wenselaar. Maar ik zeg je dat ik je zal dienen als je hun laat gaan. En anders... Anders moet ik nog zien dat je een van ons aan dienen krijgt. Mij in ieder geval niet. Dreigt ge mij? Laten we gaan, Wenselaar. Je hebt in één mens rijkelijk genoeg. Heb je er één gezien, heb je ze allemaal gezien. Neem mij. Ik ben je slaaf. Wie niet? En ik wil weten. Veel, veel weten. Uw wereld ken ik nog niet. Onze wereld? Daar kom je nooit. Wie weet? Ik heb u allen. Wat bedoel je, Wenselaar? Als ik u allen heb, zal ik veel leren. Laten we gaan. Goed, ik zal je vertellen over onze wereld. Nou, wat wil je? De anderen ook. Goudriaan van Wamp? Ken ik niet. Weet je de weg? De weg? Waarheen? Door steen en been. Wat? Neem me mee als je teruggaat. Maar waarheen ga ik dan, denkt u? Je komt uit het steen. Je bent hier terug. Kunt er weer heen? Bedoelt u, weet u waar ik vandaan kom? Wie bent u dan? Wie ik zeg, geen ander. Ja, Goudriaan... Van Wamp, Zwankezwaan, is mijn vader. Ken ik ook niet. Zwankezwaan, Van Wamp, hij die koning is. Bent u... U bent niet van... Bent u een mens? Bent u van hier? Ah, u komt vandaar, uit de berg. Nee, maar wacht eens, ik ken u. Ik heb u heel lang geleden. U bent wel een mens. Ik heb u in Hamel het laatst... Nee, de rattenvanger! Wat komt u nou doen? Wat moet u van me? Ik heb geen weg. Geen weg terug. Langzaam komt de tijd dat je niet langer meer gelooft dat alle zorgen op een dag bekeken zijn. Er zoemt een heel kwaadaardig diep zwart beestje in je hoofd dat over jou de goden niet te spreken zijn. Langzaam komt de tijd dat je de lichtjes niet meer ziet die zeggen dat je in de goede richting loopt. Er staan nog sterren aan de hemel, maar die zie je niet. Er komt een dag waarop je op geen uitweg hoopt. Zo rustig om een tralie van een kooi te zijn.
een spijker roestig in oud hout. Een kleine naald in een hoop hooi te zijn en weten dat er niemand om je rouwt. Ook stenen worden zelden warm of koud van wat het lot hun toebedenkt. Was ik een boomblad voor geen goud, vocht ik de wind aan die de herfst meebrengt. Ik hoefde nooit een weg te zoeken tussen de doornen van de dag. Ik was het stof in donkere hoeken dat zwijgend glinstert in fijn rag. Oh, 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 langzaam komt de tijd. Oh, oh, oh. Gij bedoelt wel bewenselaar. Wel? Niet bewenselaar! Nee, dat bedoelt u niet. Maar ik wel. Wij allemaal wel. Jullie schijnen te vergeten dat Bertram er ook nog is. Oh. Die is thuis, hè? Op het moment dat Clovis op dit kleed zat, was Bertram weg. Als Clovis niet is, ja, waarom zal de rest van zijn verhaal dan wel waar zijn? Ja. Nee, Bertram is niet in Hamelen. Hij is nog verder van huis dan wij. Bedoeld? Bertram is bij Wenselaar. Oh. Nou, dan moeten we gewoon Bertram eventjes zien te redden. Ja, het houdt maar niet op, hè? Ik verdedig u. Gij hebt mijn brede borst, mijn vlakke zwaard en schrappe schouders. En mij om met u te schreeuwen. Naar Wenselaar. Nu. Dan stap ik af. Bam, bam. De fluit van Pan had 7 gaten. Geen kon het dansen laten. 1 been had hij, maar dansen moest hij op 1 been door de wei. Waar is hij? U bent dus die man die ons met die rotfluit naar de andere wereld heeft geholpen. Eenmaal, niet andermaal. Nou, dan mij nu andermaal op dezelfde manier. Mijn vrienden zullen ten eerste gek zijn van ongerustheid. Punt 2, hier geloven ze me niet. Ja, maar Gouderian kan niet! Gouderian kan niet! Gouderian kan niet! Waarom niet? Zijn fluit is... Waarheen dan? Fluiten? Pirate Stip, kom hier! En die andere figuur ook! Willem! En een beetje vlug! Wat? Zie je wie dat is? Nee. Ja, het is waar. Ja, hè? Nee, wacht eens. Hé, je hebt gelijk! Dat is de rattenvanger! Verdorie, de rattenvanger! Mens! Zie, mens, gevraagd wat ik met uw vrienden doe. Ik zet hen mat. Wat? Kent gij het spel van schaak? Schaken? Ik kan schaken, ja. Het spel van schaak. Hier. Ik heb het hier. Dit is het bord van schaak. Dat zie ik, ja. En voor mij is de vloer. De vloer? De vloer van schaak. Ik weet wat ik met uw vrienden doe, mens. Ik ga met hen spelen. Spelen? Het spel. Oh ja. Alsjeblieft. Hier is de verdwijnhoed van Elfenkoning Pippijn. Oh. Ja, wie wat bewaard heeft wat... Gemeend, de verdwijnhoek van Pippijn. De elfenvorst. Ja, maar meent ge dat ge daarmee in het paleis van Wenselaar iets uit kunt richten van belang, mensje? Je wordt er onzichtbaar mee. Het is ons al vaker van pas gekomen. Ja. Wie zou Wenselaar van ons nou het minste missen? Als we arriveren, bedoel ik. Dus gij meent wie draagt de hoed en is onzienbaar. Ja. Wel. Geef hem mij. Ons kent ze niet. Wij zijn geen mensen. Hoe weet jij nou dat ze het tapijt al niet bestudeert? Door een kijker of een kristallenbol? Ja. Ja, of wie weet wat ze ervoor gebruikt? Zal ik? Huh? Jij? Waarom jij? Ja. Nou, dan hoef jij niet. Iemand moet toch? Ja, ik weet wat. Hij zet de hoed op en is onzichtbaar. Ja. En ik ga niet naar binnen, dus ik ben ook onzichtbaar. Alleen weet Wenselaar, die weet dan niet wie binnen is
En wie onzichtbaar is. Daar zeg je iets. Ja, zulke bittere grapjes maak ik altijd als er geen uitzicht meer is. Clovis. Clovis missen we nu. Als nu een van ons de hoed opzet, hè, dan mist Wenselaar straks twee figuren. Degene die de hoed op heeft... Mm-hmm. En de naam Clovis. En Nifterik. Ja. Als we nu gokken dat de heksen de sporslas vandoor zijn. Oh, neem dat aan met bange broek. Zover hun rokken hun dragen kunnen. Dan zal Wenselaar straks vragen waar Clovis is. Ja, natuurlijk. Ja. En dan zeggen we... Kent ge het spel? Wilt ge weten hoe het gaat? Schaken? Ja, ik kan schaken, ja. Ge kent mijn spel. Spelen wij even. Hoe? Kom bij mij, mens. En nu... maak stappen. En nu... hierheen. Wat haal je met me uit? Wijf! Wijf! Zo gaat het wel. Zo gaat het spel. Zo. 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 En als het met op wil, gaat het stuk om. Zo is het spel. Voor iets hakt dat. Laat ze geen moment alleen. Ik hou Brechtje. Ja, Specht. Specht moet ook gewaarschuwd worden. Specht? Ja, maar niet om mij, zegt de schoolfrik. Brechtje! Zeg, waar is Brechtje? Ja, die zoekt nog door de hele stad. En ik heb hem nog zo gezegd dat het onverstandig is voor een vrouw alleen. Zet dat vervelend. We moeten iemand als zij erbij. Die jongen die klapt dicht bij ons. En die andere die is niet helemaal lekker. Dat heb je zeker zelf ook wel gezien. Nee, nee, nee. Een vrouw moeten we erbij hebben. Brechtje! Brechtje! Hé, hey, zitten blijven jij daar! Ja, ik kom jou ondervragen. Moet jij nog een stukje taart, jongen? Ah, Brechtje. We hebben hem weer. Barentje? Ja? Oh, wat een geluk. Ik ben overal geweest. De hele oostkant, alle haven, pakhuizen afgewezen. Ja, en we hebben nog iemand anders ook. Anders? Gratis. Ja? Oh, Barentje! Zo, wat heb je, jongen? Wat is er? Man, die doet je niks. Wat heb je? Wat is er? Wenselaar! Wenselaar! Oh, Wenselaar! Zijt gij niet bevreesd, meisje? Oh, ik huiver. Zelfs nu ik mijn tor naast mij heb, vrees ik. Wat een ijzig paleis, hè? En wat indrukwekkend om het zo in de lucht te zien drijven. Haar macht moet groot zijn om een heel kasteel te laten zweven zoals zij het doet. Oh. Het is dit of ik vloerbedekking moet afleveren. Zet u maar waar het liggen moet, hoor. Auw. Oh, pardon. Wat was dat? Dat weet je toch, dat weet je. Oh ja. Mensjevallig. Zal ik nu eens gaan schallen? Yes. Onze namen. Nee, dat weten ze dat we er zijn. Welkom. Wij heten u welkom. Oh. Goedemiddag. Dames. In dit paleis. In dit paleis. Ja, mijn ogen zijn niet zo best meer, maar... Treed nader. Vrouw. Een koning buig niet vorst. Ik buig voor u. Hoe klopt het bloed? Snel. En het uwe? Het bondsbraaf. Hoe glijdt het leven? Lustig door. Uw moeder, leek zij op u? Als twee pegels ijs. Schoon was zij. Het is een mooi huis. Hoog en ruim. Het is het uwe. Mis ik geen gasten?
Ik had u toch allen genodigd, heer? U mist... Mijn naam is... Ik weet, mens. Als u Clovis mist, er was een vreemd iets met hem. Het was Clovis niet. Het was iemand anders in zijn gedaante. Ja, wij begrijpen het ook niet, hoor. Maar hij was opeens niet meer te zien. Hij verdween krijzend in de lucht en nam onze vriend Arnoud met zich mee. Zei hij wie hij was? Zijn naam? Zei hij zijn naam? Wij hoorden vrouwenstemmen. Vrouwenstemmen? Wij meenden een naam te horen. Ludmila. Weet u wie het waren? Wis, mensje. Kom nader, dat wij al bespreken. Als ik in Hamelen terug ben, moet ik toch mijn ogen eens naar laten kijken. Want op zo'n afstand, hè... Ah! Helder! Wat is er dan? Ik ben poortwachter Arnoud Koffij. Hoed op mijn hoofd en niemand ziet mij. En geen haar op mijn hoofd dat jij krenken kan. Pak me dan, pak me dan, pak, pak, pak me dan. Hier sluipt uilskuiken Arnoud Koffij. Ik lag dom in de wieg en ik leerde niet bij. Maar een knappe die mij hier betrappen kan. Pak me dan, pak me dan, pak, pak, pak me dan. Ik ben geboren met twee grote oren en in mijn gezicht een bemoeizieke neus. Een sleutelgat is om door te horen en muren zijn meestal poreus. Pak, 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 pak me dan. Pak, pak. Pak, 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 pak me dan. Pak me dan. Jij bent de blinde man. Knappe man. Als jij me vinden kan. Ik ben de lelijke Arnoud Koffij. Niet mooi van voren, een ramp van opzij. Maar daar zie je nou niks meer van. Pak me dan, pak me dan, pak, pak, pak me dan. Hier loopt Kangebroek Arnoud Koffij. Ten eerste geen held en een lafaard daarbij. Maar je pakt me maar als je me pakken kan. Pak me dan, pak me dan, pak, pak, pak me dan. Ik ben geboren met veel wind van voren en lucht. Ben ik vaak in mijn leven geweest, maar nooit kon die idee me zo bekoren. Vandaag bevalt me dit het meest. Pak, 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 pak me dan. Pak, 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 pak me dan. Pak me dan. Jij bent de blinde man, knappe man. Als jij me vinden kan. Pak me dan, jij bent de blinde man, knappe man. Als jij me vinden kan, pak me dan, jij bent de blinde man, knappe man. Als jij me vinden kan. Wenselen, Wenselen. Ga weg, ga weg. Spuug haar in haar gezicht. Die man. Lekker kringelaar! Man, dit is het. Simon, ondervraag hem. En dan kom ik aan de buurt. Waar zijn de kinderen? Hoe komt zij hier? Laat haar niet gaan. Laat mij gaan. Ze heeft mijn fluit. Wat bazel je wel? Dat is mijn dienstbode. Zijt gij groter dan Wensela? Sla haar dan met de zweep met 7 knopen. En doe de 7 sprong na elke slag. Die man is een sadistische geweldpleger. Kalm aan, Willem. Kalm aan. Laat mij maar eens even. Ik wil dat jij antwoord geeft op mijn vragen. Wie ben jij? Zij weet dat het waar is wat ik zeg. Vraag haar wie zwankenzwaan is, maar... Doe eerst de spreuk van Zazel. Of wrijf erin met speenkruid of jonge tijm. En tel de haren van haar hoofd. Want anders heb je geen macht over haar. Geen paniek, geen paniek. Wie denk jij dat deze vrouw is? Wensela. Je kent haar wel. Of ben je blind door haar? Weg, hè? Wat praat deze man als waar? Wat weet jij? Ik weet van niks. Ah!
Gerrit, ik weet helemaal niet waar je het over heeft. Simon, ik voel me niet goed. Die man heeft een techniek om iemand gek te maken. Maar mij nog lang niet. Wat deed jij daar buiten het dorp? Hè? Daar bij die steen? Met Barendje? Steen en been? De kei noemen we hem. Praten? Of er een gaatje was. Een gat terug. Een gat in wat? In je wereld, mens! Ik wil weten waar die kinderen zijn. Nee, let niet op die vrouw. Waar zijn die kinderen? Zag ze vaak. Het laatst in Laar. Laar? Dat zegt Barendje ook steeds. Ja? Kasteel Laar. Hildebrand Brom is daar. Willem, hou nou even je mond. Ken jij Hildebrand Brom? Lied? Land? Nee, een dikke man met een zwarte hoed en een groen pak. De gemeentebode. Willem, ik vraag je nog eens... Dick? Hij is baron. Hij heeft 2 leliën op zijn broek. Hou je mond, jij. Baron, hè? Maakt Hildebrand het goed? Ga weg! Maakt Hildebrand het goed? Ga weg! Wat is er, Hildebrand? Voelt gij u wel, mens Brom? Welkom. Brechtje. Hildebrand is terug. Brechtje. Ludmilla. Clovis. En daar zit je vriend, mens. Clovis? Oh, jou moeten we hebben. Zei je Bertram? Ja. Oh, Bertram! Ja, hier! De slotenmaker is hier. Wij komen eraan. Hey! Staakt het been. Halt! Waar bent je heen? Kou aan de voet. Waarom staat je niet stil? Als ik iemand... Ga staan waar ik u zet. Wat? Brechtje, wat is er met je? Ik heb ze naar je verlangd. Jaren en jaren. Het is er in uw bloed dat ik u niet kan matten. Voort, pak uw biezen. Ga weg. Voort, mat, gehoorzaam. Toch, wat is er aan de hand? Zie bij zijn voeten. Een veld met kleine veldjes. Dit is het veld van Schaak. Mijn meester Toets sprak mij er vaak over. Het vloer met het bord van Schaak. Zet geen voet op het veld, mensen. Allen hier. Jij. Nee, niet doen. Wij komen niet, Wenselaar. Wacht, kruikenlijf. Valt vol vlees. Ga staan waar ik u zeg. Spreek wel niet. Sprekend. De kracht werkt niet. Rijd de kracht. Nee, doen. Houtsplinters van die eik in die plek. Ja, nee, van die eik. Van het hart van Jul. De hekseneik. De hekseneik? Ja. Maar dat geeft jou macht. Zeg, ze waren bang voor een vlammetje onder een paar van die splinters, hè? Ja. Man, denk eens na, man. Wat denk je dat er gebeurt als we die hele hoop ineens aansteken in het paleis van die heks? Nou, dan zou het wel eens flink kunnen gaan dooien. Nou ja, het kan ook vriezen natuurlijk. Oké, snel, vlug. Vuur. Hup. Vuur? Vuur, ja. Oh, wacht, heb ik hier. Je bent een kei. De bergen. Jij bedoelt beslist de bergen. En niets anders. Ja, meneer. 1 stuk massief rots. Ja, meneer. Ah, dus het is onzin wat je zegt. Ja, meneer. Vertel ons dan nu eens de waarheid, jongen. Maar het is de waarheid, meneer. Brechtje! Brengt me een bier. Dan geef meneer Bier een broodsoort ook een. Mag ik ook een slokje? Pelo, water! Wat gebeurt er? Het paleis zittert!
Hé, ik kan me beter bewegen. Nee. Achter ons altijd een slot. Drijf, geef verlees. Hallo, mensen, het paleis smelt! Ik weet het, we moeten haast maken. Binnen 3 minuten komen de muren. Weg! Wegwezen, wat vlug! Vlug! Mijn krachten vliegen uit mij. Stil, Bols. Stil, stil, Weerkoot. Koestknokkels. Wit als ijs! Als ijs. Snel! Vlug dan, opzien. Veel te weinig tijd. Wacht voort! Maak voort! Niet lang meer, zweten paleis! Regen voorspel ik u! Kom, rennen, jongens, rennen! Allemaal, wachten! Zeg, nou is het verdomme nog gaan regenen ook. Heb jij even een regenmantel voor me, Willem? Ik weet niet wat ik ervan denken moet, Simon. 6 uur rijdt de klok in de ochtend. Tot 6 uur 's ochtends hebben we een jongen ondervraagd. En wat komt eruit? Alleen maar onzin. Ja, toch is er een heel merkwaardige kant aan deze zaak, Willem. Ja, die rattenvanger, die jongen, die zeggen hetzelfde. Nee, niet overal. De een die zegt ook dingen waarvan de ander zegt dat hij ze niet weet. Ja, precies. Ja. Maar dat maakt het juist geloofwaardiger. Oh. Dat Barend zegt, Alva hebben nooit een groene broek. Guizel Guis komt oorspronkelijk van de Guizelmijn bij het Alvenbochtje. En dat weet die Goudriaan ook. En dan roept Barendje, repelsteeltje, soep is heerlijk. Wij aten het in de herberg het Hol van de Leeuw, toen de prinsendoto aan de gang was. Ja, maar daar wist Goudriaan niks van. Nee. Ik denk aan mijn kind, Simon. Ja. Ja, jij natuurlijk aan je zoon. Maar ze leven, zegt die jongen. Ja. En die ander zegt dat ook. Heet de soep? Engeltje. Brechtje, jij bent een engeltje. Ja, het is goed. Je kunt nu wel gaan. Bijlo, dit was een krappe sprong. Bijlo, één moment dacht ik, we halen het niet. Ja. Hildebrand was door de paleisvloer aan het zakken. Ja. Als jij hem niet aan zijn kraag had gepakt... Ja, dan was hij nou niet gescheurd. Er is niks meer van het paleis over. Nee. Gelukkig niet. Nee. Mist en nevel. Ja. Maar de middagzon breekt door. Mens Arnoud, ja? Gij bent de slechtste vrouw ter wereld de baas geworden. Ja. Zeg, waar is ze nou? Waar is ze? Ja. Het leek wel op ze vuursproeide, hè? Ja. Ze ging tekeer, zeg. Je hoorde er boven alles uitgieren en kruisen. Ja. Toen het paleis al lang en breed uit waren. Ja. Het leek wel of de stemmen overgingen in het gekraak en het onweer. Ze heeft een harde knak te knakken gehad. Bijlo. Zo'n knak knakt men niet vaak. Zou Aldermacht nou verdwenen zijn in de rok van het eikenhout? Mm-hmm. Het hele paleis bestond uit niets anders dan toverkracht. Mm-hmm. Wat dacht je waarom het ineens opgelost was? Mm. Oh, Bertram. Juich niet te luid, mens van zij. Huh? Wat bedoel jij? Er is toch niks met de fluiten? Oh jee. Toch niet door dat verbranden is de kracht toch niet... De fluiten hebben hun kracht verloren? Voor lange tijd. Oh. Nou, dat is mooi. Ja. Nou, dat heb je nou weer gedaan. Je met je eikenhout op alle fratsen, jongen. Nou komt er weer geen fluit van terecht. Ja, nou, is het niet goed? Fluiten ze niet meer. Maar misschien kan uw vader er wat aan doen, hè? Wie weet. Ja, hè? Tegenslag op tegenslag, dat hebt gij. Bijlo, tegenslag op tegenslag. Nou ja. Moed. Ja. Hè? De kracht komt misschien wel weer terug. Ja. En ik heb jou. En dat is veel beter dan een tekening. Oh, ja. Wat bedoel je? Ik heb een portret. Ja. Nee, laat zien. Ja. God, nou, ik ben hem verloren. Kwijt. Wat nou? Zeg, wees blij dat je hem nooit gezien hebt, hoor. Niet erg. Nou, ik maak wel een nieuwe voor je, hoor. Het is wel erg. Maar ik maak wel een nieuwe voor je. Arnoud is aan het tekenen geslagen. Wat leuk. Nou ja... Eenvoudig portretwerk, hoor. Zeg, ik zal u ook natekenen. Zeg. U zit goed stil. Zusters! Zusters! Hoor je mij, zusters? Help mij! Help Angela! Schoof! Zuster Schoof! Doe rij met je lange lellen! Hoor je mij niet? Breek, Wenzela. Breek haar oude handen.
Ach, hij is haar. En haar paleis. Help me. Help mij. Geef mij wat macht. De nevels zijn ver. Bijlo, nog laat de zon. Oh, Bertram. Ik denk zo vreselijk aan Hamelen. Jij bent hier en ik dacht dat je terug was. Even niet langer, maar ik wilde niet meer omdat jij hier eerder was dan ik. Maar nu gaan we samen terug. Nou, het duurt nou vast niet lang meer, hoor. Wie moet er een kadetje? Hamelen. Dit is het late middaglicht. Nu zal het vast niet lang meer duren. Ik zie het met mijn ogen dicht. De rode zon staat op de muren. De huizen aan de waterkant, die zet de zon voor hete vuren. Hij zet hun een voor een in brand. En de meneer van het Hoge Rechtshof verlaat om 5 uur zijn kantoor. Hij kijkt niet op, hij kijkt niet rechts of links. Hij loopt gewoon maar door. Om 5:30 voor het eten thuis. Dan bij het raam naar buiten turen. Maar wie voorbij komt langs het huis. En wie naar binnen bij de buren. Op tijd naar boven en naar bed. Of moet ik pa naar boven sturen? Dat is de dag van A tot Z. Er raakt alleen een verre wagen over de keien van de stad. Om 9 uur nog 9 slagen. Hoe? Dan heb je heel de dag gehad. Ik zou er heel graag willen zijn, o liefje. Duurt het nu nog lang en is de kans niet erg klein, o liefje, liefje. Ik ben bang. Ik zou er heel graag willen zijn, o liefste. Duurt het nu nog lang, want is de kans niet erg klein, o liefje, liefje, o liefje. Het is weer tijd om op te staan. Ik hoor een derde paard en wagen zo vroeg al naar de markt toe gaan. 2 boeren die een varken dragen, een meisje met een rieten mand. Dat aan een man de weg moet vragen. Ze heeft haar broertje aan de hand. En de meneer van het Hoge Rechtshof, hij gaat om 8 uur naar kantoor. Hij kijkt niet op, hij kijkt niet rechts of links. Hij loopt gewoon maar door. Ik zou er heel graag willen zijn. O liefje, duurt het nu nog lang? En is de kans niet erg klein? O liefje, liefje, ik ben bang. Ik zou het heel graag willen zijn. O liefste, duurt het nu nog lang? Want is de kans niet heel erg klein? O liefje, liefje, o liefje. De middag komt met soep en pap. Ik hoor het kleine meisje zingen. Dat op de stoep de ramen lat. En denkt aan door de weekse dingen. Ik speel alleen het pikkelspel. Of maak met krijtsteen kleine kringen. Het is me zo de middag wel. Om 3 uur al de eerste wagen over de keien uit de stad. 2 boeren die een varken dragen. Een koopman met een rollend vat. Ik zou er heel graag willen zijn. O liefje, duurt het nu nog lang? Het is de kans niet erg klein. O liefje, liefje, ik ben bang. Ik zou het heel graag willen zijn. O liefste, duurt het nu nog lang? Want is de kans niet heel erg klein? O liefje, liefje, o liefje. Dit is het late middaglicht. Nu zal het vast niet lang meer duren. Ik zie het met mijn ogen dicht. De rode zon staat op de muren. De huizen aan de waterkant, die zet de zon voor hete vuren. Hij zet een één voor één in brand. En de meneer van het Hoge Rechtshof verlaat om 5 uur zijn kantoor. Hij kijkt niet op, hij kijkt niet rechts of links. Hij loopt gewoon maar door. Ik zou er heel graag willen zijn. O liefje, duurt het nu nog lang? En is de kans niet erg klein? O liefje, liefje, ik ben bang. Ik
ik zou er heel graag willen zijn. O liefste, duurt het nu nog lang? Want is de kans niet heel erg klein? O liefje, liefje. O liefje. Uur zijn kantoor. Hij kijkt niet op, hij kijkt niet rechts of links. Hij loopt gewoon maar door. Ik zou er heel graag willen zijn. O liefje, duurt het nu nog lang? En is de kans niet erg klein? O liefje, liefje, ik ben bang. Ik zou er heel graag willen zijn. O liefste, duurt het nu nog lang? Want is de kans niet heel erg klein? O liefje, liefje, o liefje. En de meneer van het Hoge Rechtshof verlaat vrij.